Jan Joost van Gangelen heeft voor ophef gezorgd met een opmerking tijdens de uitzending op ESPN afgelopen weekend. Tijdens de wedstrijd tussen Sparta en NEC sprak hij met een Japanse tongval de namen van de vier Japanse spelers bij de clubs uit en merkte op dat het voor het eerst in de geschiedenis is dat er vier Japanners op het veld staan. Hij voegde eraan toe: Ik ben helemaal tevreden. We hebben net de rechten verkocht aan Fuji TV: Mito, Saito, Sano en Ogawa. Arigato, Japans voor het, dankjewel. Redactie. Zijn tafelgenoot Hugo Borst reageerde meteen door hem te wijzen op de manier waarop hij de namen uitsprak: Ik weet niet of je dat op die manier moet uitspreken. Hugo vond het niet gepast, maar Jan Joost leek lichtelijk geschrokken en verdedigde zich met: Hoezo? Ik bestel geregeld sushi. Hugo benadrukte echter dat er een lichte spot in zat. Later in de uitzending maakte Jan Joost nog enkele stereotyperingen over Japanse voetballers, waarbij hij zei dat ze altijd technisch begaafd, Hartwerkend en respectvol zijn en na afloop altijd de boel opruimen. Dit zorgde voor verdere discussie over de grenzen van humor en stereotypering. Op Radio 538 werd de kwestie ook besproken, waarbij Niels van Baarle aangaf dat zulke uitspraken vandaag de dag niet meer kunnen. Collega Tim Klein verdedigde Jan Joost en zei dat hij hem kent als iemand die niet racistisch is en geen bijbedoelingen heeft. Er ontstond dus verdeeldheid over hoe de opmerking van Jan Joost geïnterpreteerd moest worden. Nieuwslezeres Florentine van der Meulen sloot af met een knipoog, suggererend dat juist Hugo Borst hier over reageerde.